Het is vrijdag 18 september en we verlaten Toscane in noordelijke richting over de Tolweg. Een mooie snelweg lijkt ons wel handig. Alleen snel is anders. Ik heb wel eens zitten klagen over de Italiaanse wegen. De binnenwegen waren slecht, maar dit is een tolweg en dat is toch wel iets anders hoor. Vooral in de buurt van Genua, de ene tunnel naar de andere tunnel en het ziet er allemaal fantastisch uit. We komen aan in Camping Internationaal Le Fonti bij Agigliano Terme. Een hele mooie camping, ruime plekken, maar bijna geen mens te zien. Erg leeg. Tony, ja. Waar zijn we? We zijn in Agigliano Terme en we zijn in de Conas geweest. Je gaat nooit wat we vanavond eten. Ja, je wou maar een heel klein beetje boodschappen kopen, hè? Een klein beetje boodschappen. Ja. Maar even een goede training. Ja, goed voor de buikspieren. Ja. Zal ik mijn mondkapje nou ook maar afdoen? Zal ik maar doen. Het is 18 september, precies een jaar nadat Tony naar enkel op 3 plaatsen brak. Dan zitten we er dit jaar toch wel veel beter voor en dat moet gevierd worden. Gezondheid. Ik zei al, de camping is bijna uitgestorven en het is inderdaad heel sneu. Het zwembad is dicht. Het is allemaal door de corona. Bijna geen mens te zien. Erg rustig. Het dorpje Agigliano Terme, dat ligt iets hoger en het is prachtig om te zien. Heel klein dorpje, nog niet eens 2000 inwoners, maar hele schilderachtige plaatjes. Dit laantje met de kastanjebomen, eigenlijk moest je een helm op hebben. De kastanjes vielen enorm hard naar beneden en dat deden ze 100 jaar geleden ook al. Nou, we hebben weer een nieuw filmpje opgestuurd en dat moest wel op eigen kosten. Want de wifi hier is abominabel, moet je helemaal naar beneden lopen en daar zelfs deed hij het niet. Dus dat hebben we dan maar gewoon gedaan. Nou, naar de Tour. Dumoulin kan 7e worden. Wat is belangrijker dan dat? Ook niet via deze wifi. Dus we luisteren gewoon via internet. Dat heeft wat minder data nodig. Naar de Radio Tour. Spannend. Heel spannend. De klim gaat beginnen. We zitten lekker binnen, vanwege de vliegen. Hij heeft ook zijn voordeel. Prachtige muziek. Heerlijk, hè? Heerlijke muziek. Af en toe een blooper. 20 september. Het weer is wat minder. En het is een mooie gelegenheid om de filmpjes te monteren van een paar weken geleden. Het is 6:15. We dachten dat de regen al zouden beginnen om 11 uur, dus we hebben eigenlijk niks ondernomen. Maar eindelijk, nou is hij er, het gaat goed een keer. De 20e verlaten we Agigliano Terme en rijden naar het Lago Maggiore. Een hele mooie rit. Het wordt ook spannend aan het eind. Enorme smalle weggetjes bij het lago.